Welkom bij Topnames uit EMG Factors te Groningen. Stekel, je bent net op tijd, man. Ik ben net binnen. Ja. Dus gewoon strakke timing. Ja, want je had nog een vergadering in Hilversum. Ja, in de auto gesprongen. In Amsterdam. In de auto gesprongen. Ja. Nou, goed dat je er bent. Ik was bang dat ik de eerste interview met eentje zou moeten doen. Nee, daarom, dat is een lastig verhaal. Hey, Edwin Tiebe, welkom. Je bent van GetLogic. Ja. Laten we daar even beginnen, want je bent van veel meer. Maar wat is GetLogic? En kom een klein beetje naar de microfoon toe. Een klein beetje dichterbij. Wat is GetLogic? GetLogic is een bedrijf wat software bouwt, maatwerk software. We bouwen de webshops, websites, mobiele applicaties. Maar vaak applicaties die net even wat meer vragen, meer analyse nodig hebben, misschien meer business gerelateerd zijn. En dat kan zowel consumentengericht zijn als business to business. Kun je voorbeelden geven? Ja, we hebben als ik kijk naar de consumenten, we hebben voor onder andere Sanoma ontwikkeld. Een stuk achter nu.nl, wat we gerealiseerd hebben. We hebben een nieuw platform voor onder andere Donald Duck ontwikkeld. We hebben een opdracht uitgevoerd voor GasUnie. Dat is weer heel erg duidelijk business to business. Dus dat zijn heel divers wat wij doen. Ja, hey, en dat is niet het enige wat je doet, zei ik al. Hè? Want ja. Ik heb een rijtje van drie namen staan. GetLogic, Yellowbird en wie kies jij? Kan je zelf niet kiezen? Ja, misschien moeten we er een toeltje op loslaten. Ja. Nee, GetLogic blijft het middelpunt als bedrijf. Maar wij vinden het leuk om rondom het bedrijf GetLogic spin-offs neer te zetten. Nou, soms is het een spin-off die we echt helemaal zelf verzinnen. Zoals wie kies jij ondernemersraden. En soms dan komen we gezamenlijk met investeerders naar nieuwe mogelijkheden. En dat is bijvoorbeeld met Yellowbird gebeurd. En leg eens uit, wat is Yellowbird? Yellowbird is een bedrijf wat gespecialiseerd is in 360 concepting. Dus concepten rondom 360 graden videotechnologie. Komt er weer last van een beestje? Ja, dat is pak maar hoor. Wat voor beest was het? Ja, 360 graden technologie. Hè? Mensen kennen dat je kunt bewegen in een ruimte of meebewegen met... Ja, dus je kunt inloggen op een livestream of op een video on demand. Maar in plaats van dat je alleen maar kan kijken wat de cameraman of de regisseur bedacht hebt, ben je eigen regisseur. En je kunt gewoon om je heen kijken. Dat betekent dat wij dus de beelden die wij opnemen in een sfeer neerzetten. Dus in een bol. Dus dat betekent dat je in die bol zelf om je heen kunt kijken. Ja. Hey, we gaan er zo eventjes naar kijken. Maar kun je nog even vertellen, hoe kom je van GetLogic naar... wie kies jij, zo straks misschien ook nog even over te spreken komen. Of Yellowbird. Want zijn het kansen die langskomen? Zijn het bedrijven met wie je samenwerkt en die met een voorstel komen? Hoe ontstaan die andere bedrijven? Nou, dat is heel divers. Dat is eigenlijk alles wat je noemt. Dat klopt. Soms dan verzinnen we zelf een concept of een product. En dan zetten we dat in een apart bv'tje neer. Nou, met wie kies jij was het zo dat wij software gebouwd hebben voor een stichting. Dat heet Open State Foundation. Opgericht door Stefan Grieken destijds en gespecialiseerd in open data ontsluiten, big data, vooral overheids. Ja, hartstikke leuk. Daar hebben wij als GetLogic software voor ontwikkeld. En toen ik in 2010 GetLogic overnam, GetLogic was een bestaande club in eerste instantie, toen ik GetLogic kocht, was Stef een van de klanten, of de opdrachtgevers. En we zijn er om tafel gaan zitten van wat kunnen wij er nog meer mee doen? We doen nu software voor het publieke gedeelte, vaak met overheidssubsidies en dergelijke. Maar kunnen wij nou ook iets doen wat we zelfstandig kunnen dragen, wat commercieel gewoon zelf interessant is en wat dus zijn eigen geld opbrengt in plaats van overheidssubsidies? En zo zijn we gekomen door de ondernemersraadmarkt, of medezeggenschap, in ieder geval de participatiemarkt. Nou, en vanuit daar hebben wij Wikis jouw ondernemersraad op gestart. En doe je dat dan, zoals in dit geval, met Open State samen? Zijn zij aandeelhouder in het geheel? Of krijgen ze een percentage van de opbrengst? Ja, zij zijn nog een klein beetje aandeelhouder. Omdat ook de naam Wikis jij nog afkomstig is uit die tijd. Dus dat vinden we interessant. Die houden we ook gewoon dicht bij ons. Maar Stef van Grieken en ik hebben dit bedrijf verder vormgegeven. Ja. Je zou twee dingen kunnen zeggen. Hè? Van, als je diversificeert, van je bent breed georiënteerd, je grijpt de kansen die op je afkomen. Je zou kunnen zeggen, gebrek aan focus. Is het lastig om binnen zo'n toch IT-georiënteerde onderneming zulke verschillende dingen te doen? Ja, niet helemaal. Want het is eigenlijk allemaal wel geleerd aan wat wij doen. Wat is dan de rode draad? De rode draad is toch wel dat wij middels online, middels software, middels apps deze dienstverlening toepassen. En dat is eigenlijk wel de rode draad. Dus GetLogic blijft daar ook als softwarehuis centraal in staan. Okay. Maar we ontwikkelen nu voor onze eigen spin-offs, onze eigen start-up scene, onze software en apps. En hoe doe je dat dan zakelijk? Want daar zie je het ook vaak fout gaan, hè? Als er allemaal dingen door elkaar heen gaan lopen. Zet je echt een BV ernaast? Ja.
Met iemand die je daar ook voor verantwoordelijk maakt financieel? Ja. Wij beginnen vaak met een product om te kijken van is dit levensvatbaar? Dat doen we vaak nog zonder BV, zonder juridische constructies, maar heel erg in het klein. Dan ga ik zelf ook de boeren op verkopen. Kijken of we het in ieder geval aan de markt kunnen brengen. En op het moment dat we merken dat dat een beetje gaat rollen, dat het echt spin-off gaat creëren, dan maken we daar een BV van. Dan gaan we door met verkopen en dan zetten we daar mensen in. Zoals bijvoorbeeld Wiki zei, ondernemersraden. Dat was, even kijken, begin vorig jaar hebben we daar een BV van gemaakt. In oktober hebben we daar de eerste persoon in aangenomen. En op dit moment zijn wij met 7 man actief binnen Wiki zei, ondernemersraden. Ja, dus dat is een hele grote groei. Waarbij dan een commercieel directeur verantwoordelijk is, dat is Bob van Maak. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van de operatie in het commerciële tak. Oké, nou is het zijn van een softwarehuis op zich niet zo heel veel bijzonders. Wat onderscheidt GetLogic van andere softwarehuizen? Ja. Nou, wij zijn met name gespecialiseerd in maatwerk. En wij zijn gespecialiseerd om te kijken naar software, wat ik net al aangaf, die vaak wel meer analyse nodig heeft. Niet alleen maar een platte site of je kunt een platte webshop, maar vaak zie je bij ons koppelingen naar voorraadbeheersystemen of eigen voorraadbeheersystemen, barcode scanning, app integraties. Dus dat vergt even wat meer dan alleen maar een site of een shop neerzetten wat ook gewoon met standaard software kan. Veel backend? Veel backend development, ja. Veel systeemintegratie? Veel systeemintegratie. Oké, dus echt hardcore IT. Ja. Ja. En waar wij heel goed in zijn is, we bouwen bedrijven voor onszelf. Maar waar wij ook in staat zijn is om te kijken bij onze klanten, bij onze opdrachtgevers. Van, kan ik jullie helpen met jullie business? Kan ik logistiek iets eenvoudiger maken? Kan ik iets optimaliseren? Dus om op die manier ook gewoon onze klanten te helpen in het ontwikkelen van hun bedrijf. En wat is leuker, dienstverlenend zijn voor die klanten of ondernemend zijn zoals met je eigen titels? Ook als ik met mijn klanten bezig ben, dan ben ik ook aan het ondernemen. Dan ga ik naast die ondernemer zitten en dan ga ik meedenken met hem. En natuurlijk hoop ik dat op den duur wat ook voor ons oplevert, omdat we nieuwe opdrachten krijgen. Maar eigen concepten opzetten en vanaf scratch af een bedrijf bouwen is ook wel heel erg leuk, hoor. Ja. Ja. Zullen we even gaan kijken naar het andere voorbeeld, Yellow Bird. Wil jij misschien nog even kijken wat de URL ook weer was, Stekel? Heb je hem nog of niet? Maar ik heb hem nu. Kijk maar even mee, Martinus. Dan kan je het, vraag mij niet om uit mijn hoofd op te lezen. Waar kan ik dat vinden op internet? Even kijken. De URL van jou is: Yellow birds don't have wings, but they fly to make you experience a 3DReality.com. Ik heb nog nooit zo lange URL gevonden. Nee, ik geloof dat het een van de founders ook het geval was van de Yellowbird naam zelf was al voor zich. Maar dan maar de langste naam, dan hebben we de aandacht ook te pakken. Nou, dat is gelukt. Ja. Dat is gelukt. Hey, wat is dat voor, je zei het al eerder, hè? 360 graden video's dat je zelf kan navigeren, zelf je eigen verhaal kan bepalen, zeg maar, is het specialisme. Jullie doen dat voor tal van partijen. We zagen net al Utopia bijvoorbeeld langskomen. In de sport wordt het veel gebruikt. Misschien is het leuk om meteen eventjes naar dat IKEA-voorbeeld te gaan. Ja. Zodat het ook meteen eventjes zichtbaar wordt voor mensen. Nou, dan kun je misschien even uitleggen wat we zien, Martinus, als jij hem erbij pakt. Ik zie het niet op het scherm, daarom. Ik heb geen visuele feedback, daarom vraag ik. Nou, we praten gewoon even met Martinus. Martinus doet de techniek voor de mensen die thuis meekijken. Ja, die zijn dat gewend, dat wij af en toe met de techniek praten. Dit is de website van IKEA. Ja. Daarin is dat geïntegreerd. Ik zit nu in de keuken? Ja, wij hebben een concept voor IKEA bedacht en dat was om small spaces big te maken. De mensen die wat kleiner wonen, heeft IKEA hele leuke artikelen, hele leuke middelen van wat kunnen we daar nu in toepassen. Dus wat wij gedaan hebben, we hebben middels 360 graden videotechnologie laten zien hoe je een smalle ruimte, een kleine ruimte waar je zelf doorheen kan wandelen, toch heel functioneel kan inrichten en sfeervol. Nou, ja. Je ziet hier verschillende kamers. Je kunt zelf met de muis sturen waar je wil kijken. Je hebt een aantal hotspots, zodat je door de ruimte heen manoeuvreert. En je kunt op sommige artikelen ook klikken door te zeggen van hey, dat wil ik dan aanschaffen vanuit een webshop. Ja, dus dan... Niet alles, denk ik. Ligt er iets op als je het kan kopen? Ja, dat zijn specifiek daar. In een van de kamers zit dat verstopt. Dat heb ik zo even niet. Okay. Maar dat zit in die filmpjes ingebakken. Dat je dan op producten kunt klikken. Ja, maar de kern van de techniek is dat je in zo'n ruimte helemaal rondom kunt kijken. Ja. En dat je dat helemaal zelf één op één kunt bedienen. Ja. Ja, klopt. En daarmee dus echt het gevoel krijgen van hoe is dat nou om daar te zijn? Ik zou bijna hier een camera neer kunnen zetten. En dan hoe is het nou om hier in het publiek te zitten? Ja, want dat kan ook live, hè, zijn. Ja.
Ja, wij hebben 360 graden videotechnologie is niet helemaal nieuw meer. Maar wij zijn nog steeds een van de weinigen die, of de enige die echt goed livestreaming kan doen. Dat doen we onder andere voor Utopia, Talpa. Ja. Dus de camera's in Talpa, in Utopia Compound, dat zijn onze camera's. En onze software technologie die daar draait. Nou, hey, nou is fantastisch. Het, nou is het ook alweer een hele grote stap van een softwarebedrijf naar een zeg maar apparaten. Want een 360 camera is gewoon een camera, een apparaat. Ja. Nou ja, de camera zelf is op zich voor ons ook niet zo heel erg relevant. Dat is hardware, dat is in te kopen. Waar het met name om gaat is onze software specialisten die de software bouwen om die beelden goed aan elkaar te kunnen stitchen, te kunnen naaien. Ja. Hè, zodat het naadloos in elkaar overvloeit. Dus wat we net zagen, dat je relatief vloeiend in zo'n camera rond kunt dragen, draaien, dat is eigenlijk de integratie van jullie software met een stuk hardware. Klopt. Wat je extern inkoopt. Ja. Juist. Ja? En wat wij daar aan hem toe kunnen voegen, je ziet daar bijvoorbeeld een hotspot staan van een artikel, die zit er onderin. Oh, daar ga ik nog even zie op een klikken tip, als Martien Tim schakelt. Dat is een tip. Die van omlaag. Oh, die. Een tip. Even kijken. Okay, dan krijg je nog een stuk uitleg. Hier staat dan geen linkje naar een artikel in, maar hier staat dan een stuk uitleg. Dus zo kunnen wij allerlei hotspots aan de beelden toevoegen. Ja. En dat maakt het, dat is ook weer extra wat wij kunnen aanbieden. Ja. Daarnaast hebben wij software ontwikkeld om op dit moment ontzettend populair de Oculus Rift. Om die dus te koppelen, niet alleen aan video on demand. Ja, dat is die hele grote duikbril. Die eigenlijk de beweging van je hoofd volgt. Maar wat wij nu gedaan hebben is wij kunnen dit ook live streamen. Ja. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk aan de andere kant van de wereld een bril opzet. En hier ter plekke aanwezig bent. Ja, wij hebben ook mee geëxperimenteerd. Ik ben ook nog zijdelings betrokken bij een van de facilitaire bedrijven in Hilversum. En wij hebben een keer geëxperimenteerd met de Dam tot Damloop, geloof ik. Of de Amsterdam Marathon met jullie camera op een motor. Inderdaad live. Maar dan kun je inderdaad zo zelf om je heen kijken. Dat is echt waanzinnig. Heel bijzonder. Hey, en wij spraken van tevoren al eventjes. En dan heb je het natuurlijk al snel over van is het ook niet een beetje een gimmick, hè? Die 360 graden dingen. Toen kwam jij met dit voorbeeld. Toen zei je van, dit is nou net zo'n voorbeeld. Dat laat zien dat het meer kan zijn dan een gimmick. Juist. Kijk, we kunnen natuurlijk filmpjes. We hebben verschillende, voor sportautofabrikanten hebben we films gemaakt. Een nieuwe introductie van auto's. Maar het interessante is om ook een stukje return of investment. Dat merken we. Het is de fase van gimmick voorbij. Wat wij hiermee gerealiseerd hebben, is dat wij in IKEA UK 5,8% omzetstijging hebben gerealiseerd. Gewoon echt duidelijk meetbaar naar aanleiding van deze 360 toepassing. Ja, dus dan neem ik aan dat het aantal opdrachten daarna geëxplodeerd is. Ja, dat is het ook. We hebben echt heel veel opdrachten vorig jaar ook gehad. Yellowbird is ook explosief gegroeid. Ja. Verschillende vestigingen wereldwijd. En dat heeft hier en daar ook wel zijn pijnen gekend. Omdat het denk ik een beetje te snel gegroeid is. Vorig jaar zijn wij ingestapt dan in Yellowbird. Waar we samen met de originele investeerder achter Yellowbird nu het bedrijf op een andere wijze inrichten. En met de kennis die wij hebben van de andere productorganisaties veel gefocust nu een businessmodel kunnen inzetten. Ja, want een vertegenwoordiger heeft een makkie, lijkt mij als hij langs de deur kan gaan en zegt van met onze spullen gaat uw omzet 5% omhoog. En dat is ook wel zo hoor. We komen net terug uit Londen. Londen is toch wel een beetje van een creatief hart van de wereld. Daar gaan echt alle deuren voor ons open. Dus we zitten daar bij de Sky's, bij de NBC's, Fox, noem het allemaal maar, gewoon aan tafel. Ja. Alleen de kracht zit hem in hoe kunnen wij gezamenlijk tot een concept komen. Dus niet alleen maar een filmpje schieten of een camera neerzetten, maar hoe kun je het verhaal erachter vertellen? Ja, nou, dat is precies wat ik heel erg merk in de dingen die wij doen, met name in de sport. Hè. Jullie doen veel in de sport. Ik zag ook dat je dingen op 2K doet, je zit bij Fox. Ja. Dat de gemiddelde live voetbalkijker, die doet dat omdat hij de wedstrijd wil volgen. Ja. En die gaat dus heel weinig gebruik maken op dat moment. Ook wij doen bijvoorbeeld die C-cast oplossingen, dat je doelpunten uit 5 verschillende hoeken kunt na 2 minuten kunt terugkijken. Ja, dat doen ook niet heel veel mensen op dat moment. Want die wedstrijd gaat door. En je wil niet de volgende aanval missen omdat je nog met je 360 camera zit te kloten. Ja, klopt. Dus hoe ontstijg je dan dat gimmick? Veel op dit soort zaken, zoals ook met het voetbal en dergelijke, dan is het ook iets wat een broadcaster als een extra, toch nog wel een gimmick wil laten zien. Om een stukje loyaliteit richting zijn viewers aan te bieden. Weer iets nieuws, weer iets moois. Maar het blijft in die zin nog wel zoeken naar een businessmodel, bijvoorbeeld in die voetbalwereld, voor de eindkijker. Ja, dat klopt. Ja.
Hey, vraagje, we zijn hier in Groningen. We leren ook graag wat over Groningen. Opereren vanuit Groningen voor een organisatie die deels GetLogic zal voornamelijk op Nederland georiënteerd zijn. Yellowbird is internationaal georiënteerd. Voor of nadeel werken vanuit Groningen? Ja, soms merk je wel dat omdat onze opdrachtgevers door heel Nederland zitten, is dat, ja, dan heb je toch wel wat aan reistijden. Maar goed, met Hangout, Google Hangout of Skype, is eigenlijk dat altijd wel weer op te lossen. Het voordeel van Groningen is dat het een hele jonge omgeving is. Veel afstudeerders, veel studenten. Dus de kennis is heel goed voorhanden. Het is wel hele jonge kennis, dus wil je mensen met ervaring hebben, nou, dan lopen we soms wel eens tegen die issues aan. Maar je ziet ook dat de scholen heel open zijn om gezamenlijk met het bedrijfsleven te kijken naar wat mogelijk is. Zo ben ik ook uitgenodigd door onder andere Hans Hogeschool om vanuit het bedrijfsleven te gaan kijken naar van wat kunnen we doen. Ja, dat is wel super. En dat merk je echt wel heel duidelijk een start-up zien in Groningen. En ik kan me ook voorstellen, want ik kom zelf uit de wereld van de muziek en ik heb het zelf altijd zo mooi gevonden dat je bijvoorbeeld rondom Vera, Groningen heeft altijd zijn eigen helden gehad. En in Vera maken ze bands groot die ergens anders klein zijn en andersom, zeg maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal personeel hebt, wat het leuk vindt om hier te wonen, dat ook makkelijk is om ze vast te houden. Ja, dat klopt. Dat is wel... mensen zijn toch wel wat lokale gericht. Mensen vinden het leuk om in de stad te blijven wonen. Er zijn heel veel studenten die uit de studentenkamers toch groeien, maar dan eigen huizen in het centrum blijven zitten. Wij zitten zelf ook in het centrum. Dus mensen zijn toch wel vrij veel, even het lunchen, even buiten de deur. Ja, dat is een hele mooie sfeer. Ja. Ja, ik zat nog even na te denken over jullie brede palet aan activiteiten eigenlijk. En dan je softwarehuis als center of je eigen universe, zeg maar. Heel mooi. Ja. Maar wel ook heel divers. Dus eigenlijk kwam bij mij de vraag, wat drijft jou eigenlijk in dat hele ondernemen? Want ik zie je overal participeren in bedrijven van allerlei verschillende dingen. Ja. Wat is jouw leading motief om... Ik vind het mooi om te bouwen. Ik vind het mooi om een bedrijf op te bouwen. En te zien dat gaat lopen. Dat zijn eigen leven gaat leiden. Dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Zoals wij bijvoorbeeld Wieke Jij Ondernemersraden. Samen met Stef begonnen. Eerst een appje gebouwd of een applicatie gebouwd. Kinderziektes, zelf naar klanten. Hier en daar een beetje uitleggen van ja, het is toch nog een kinderziekte. We zijn er nog mee bezig. Tot daarna nu zoveel mensen in het bedrijf. Vorige week een ondernemersraad meetup gedaan. Waar 135 bedrijven komen. Van de KLM's, de Eneco's, de Nexus, noem het allemaal maar. Dat is fantastisch om te zien. En daar krijg je zoveel... heb je zoveel eer van je werk. Dat levert zoveel energie op. Dat weer energie oplevert om weer iets anders op te pakken. Super. Dankjewel. Leuk dat je hier wilde zijn. En ik heb voor jou, Steven, ik heb een hele lange lijst aftitelen. De langste lijst aftitelingen ooit. Zal ik alvast wat anders? Ja, jij kan ongeveer altijd wat anders gaan doen. Maar ik wil even beginnen met deze sluikreclame. Want die hebben we net nog binnengehaald. HMB Signaal heeft gezorgd voor de videokabel. Oké. Ja, dat is onze belangrijkste sponsor. Ja. Zeker zo belangrijk is EMG Factors waar we hier zitten. Een prachtig pand. Ontzettend leuke sfeer. Waar we vandaag de hele dag opnames vandaan kunnen verzorgen. Streamzilla natuurlijk. Zorgde dat de stream bij je thuis kwam. Is altijd al onze stream sponsor, maar inderdaad een Gronings bedrijf. Voice gaan we later spreken, is de aanbieder van zakelijke telefonie. Social Media Club. Groningen heeft ons heel erg geholpen met organiseren, met mensen vinden. En met het Mercure Hotel vinden om ons te overnachten. En dan heb ik nog een heel lang lijstje erbij. Ik moet ook nog bedanken. Europese Unie. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Die hebben allemaal, meegedragen. Hartstikke mooi. Super, tof. Zonder jullie had het niet gekund. Kijk je nu live, we hebben de hele dag interviews en af en toe zul je ons even een beetje zien scharrelen als we eventjes verder fine-tunen. Kijk je on-demand, dan weet je dat we van vandaag een stuk of 10, ik weet niet eens hoeveel gesprekken we voeren met leuke, bijzondere Groningse ondernemers. Dankjewel. Dag.